Ik heb vandaag afgesproken met de man die elke haarlok in goud laat veranderen. Niemand minder dan Leko van Zadelhof. Hij gaat me uitleggen hoe je in 30 minuten je haar kunt highlighten. Zo, ik zie dat jullie er al helemaal klaar voor zitten. Lekker hè, even met mijn handen in het haar. Ja, ik wou zeggen, prachtige volle maan. Ben je jaloers? Ja, ik ben zeker jaloers. Ja, dat touwhaar voor mij dat... Nee, helemaal niet. Bij highlights denk je aan 3 uur bij de kapper zitten, een hoofd vol met folies. Nou, de trends anno nu dicteren, zeker blond, maar het is ongelooflijk fijn dat dat kan met een paar plukken en dan vooral in een half uur. En dat maakt het eigenlijk nieuw. En dat doe je dus wel met die folies en ook met een ontkleuringsmiddel, maar er komt een tool bij kijken. Okay. Zeg maar een soort steltang, niet dat we het steltang mogen noemen, maar dat is hem. En uiteindelijk strijk je daarmee over die folies, waardoor je dus die snelle verheldering krijgt van het haar, zonder dat je het beschouwt. That's good. Nou, volgens mij kan ik ook wel een verfbeurtje gebruiken. Oké, dus je doet het nu met een tang? Ja. En, maar op die manier, hoe werkt dat? Op die manier krijg je eigenlijk gelijkmatig de warmte verdeeld over het product binnen de folie. Oké. En dat doe ik 30 seconden. Want hoeveel tinten lichter wordt die dan ongeveer? Dan wordt die ongeveer tot zo'n 6 tinten lichter. Oké, dit is echt een magic. Wow, je ziet echt mega veel verschil. Wat mooi. Zij gaat blij worden hoor, geloof me. Lekker naar achteren. Nou, nu is het ontspanmoment. Altijd bezig om door middel van licht en donker een bepaald effect te creëren. Ten eerste kun je bijvoorbeeld dunner haar optisch voller laten lijken door die kleurschakering. We werken heel veel met verschillende blond tinten. We werken met kleine nuances. We werken met een effect. Dus bijvoorbeeld alleen 2 blonde plukken aan de voorkant en daarachter juist niet. Dus het is een spel van licht en donker waarbij highlights op dit moment heel erg populair zijn. Dus ga hiervoor naar een L'Oréal Professional Salon. Vind ze online. We gaan ze ook opgeven op de site. En daar kun je deze behandeling ondergaan. Wauw, echt heel mooi. Cool, hè? Ja. Nee, wat je heel goed ziet, is eigenlijk die lights die erin zitten. En dan niet zo'n koepselijtje met allemaal van die streepjes en noem allemaal maar op. Ja. Maar juist dat hele mooie, subtiele spel van die highlights die heel mooi doorlopen in die punten. Nou, je ziet het wel, maar je ziet bijna niet dat normaal zie je van die streepjes. Weet je nog, dat zat inderdaad bij haar heel erg aan de onderkant. Daar zat nog wat restkoepselij in. En daardoor krijg je nu dat het als een geheel doorloopt. Ja. En wat natuurlijk te maken heeft met het modebeeld, dat we nu op het moment heel veel zien, is dat we heel erg eigenlijk op die knik van die golf een soort van lichtaccenten zien. En dat zie je heel mooi nu hier duidelijk zitten. Dat zijn eigenlijk een stuk of 8 folies. Ja. En dan krijg je dit effect. Want dat en is dat eigenlijk in een half uur doet. De tijd. En dan krijg je dit effect. Mooi, ja, het is echt prachtig. Nog veel belangrijker, hoe vind je het zelf? Super mooi. Vind je het leuk? Ja, ben ik blij mee. Ja. Come on, flaunt it.